15 Onderbenen van Mike zijn altijd wel een aandachtspunt. En daar werkt hij op gezette tijden hard voor. En op sommige tijden iets minder hard. Er zit wel een patroon in dat als hij daar iets minder hard aan werkt, dan komen er probleempjes. En als hij er weer hard aan werkt, dan verdwijnen ze weer. Ik ben altijd hard bezig met het laatste pijntje, zeg maar. Als ik hier kom en ik heb een probleempje met mijn hamstring, dan zijn de 3 weken daarna is vooral hamstring focus. En dan vergeet ik even dat ik ook nog voeten heb, zeg maar. Ja. Nou Mike, ik word wel heel blij hoor. Het ziet er allemaal erg goed uit. Dat hoor ik niet vaak als ik 4 weken weg ben geweest. Als jij 4 weken weg bent, dan is het over het algemeen dat je vooral hard aan het trainen bent. Ja. En niet in die basis ook zeg maar goed voor jezelf zorgt. Nee, precies. Ja. Ik voel nog wel dat hij een beetje reactief is. Ja. Maar eigenlijk wel best wel goed. Ja. Ja, goed werk geleverd. Ja. Ik zit toch aan de goede kant, hè? Want er is bijna niemand te zien. Ja, nee, ja, dat is links. Ja. Ja, dat is links. Het enige wat misschien nog een beetje aandacht behoeft is de bovenrug. Ja. Maar goed, je lijstje is groot, hè? Ja, ja. Hij is de eerste persoon die ik bel als ik ergens iets voel. En zeker als ik heb gereisd, dan wil mijn rug nog wel eens een beetje scheef gaan staan. Dus dan is het wel goed om even alles recht te zetten, alles te checken. Dat ik in ieder geval niet morgen helemaal scheef over het parcours van de Zeebeuvelen loop. Ja, ik ben opgegroeid in een topsportfamilie. Dus ik ben op mijn 6e à 7e begonnen met atletiek. Lange, dunne jongen, speerwerpen, kogelstoten, daar was ik niet zo fantastisch in. En toen deed ik volgens mij een keer mee aan een sponsorloop in Nijmegen, bij atletiekbaan, voor school. En toen won ik die, of had ik de grootste afstand gelopen of het meeste geld opgehaald. En ja, ben ik een beetje blijven hangen daar bij het hardlopen. En toen werd het steeds minder andere onderdelen en steeds meer rennen. En toen begon bij mij wel het idee te leven van misschien kan ik hier ooit echt iets mee gaan bereiken. Alleen, ik denk mijn echte doorbraak was pas in 2019. Toen ik een soort van naar nationale top, internationaal talent ging. Dus het is er een beetje ingeslopen, zeg maar. Lekker weertje. Het is niet zo dat ik echt één moment dat ik echt doorbrak. Alleen ik denk voor mij op het moment dat ik betaald ging krijgen. En dat ik dus toen ook mijn eerste sponsorcontract tekende bij Nike. En dan snel met CW Heuvelloop een ambassadeurscontract tekende. Dat ik echt dacht van nou, dan kan ik er ook echt mijn werk van maken. Goedemorgen, good morning. A special welcome to the star athletes. Sunday is the big moment we've all been waiting for. Mike en Richard. Ja, toch wel even terugkijken op vorig jaar. Was het spannend? Richard ging volgens mij vrij vroeg van door. Dus volgens mij was het niet heel spannend. Ja. Tot laat in de race in ieder geval. Ja. Ja. Wat neem je mee van vorig jaar in de race van zondag? Wat ga je anders doen? Ik ga in ieder geval niet staan en zeggen dat ik weer voor het Nederlands record ga. Dat was hier bij de persconferentie. Klopt. Echt na 8 kilometer zat ik echt al te denken hoe ga ik godsnaam aan de finish halen. Ik heb een video die mijn vriendin voor heeft gemaakt. Ik fiets een klein stukje mee na 11 kilometer op het fietspad daar. En je ziet gewoon aan mijn hele loop staan mijn hoofd dat ik gewoon al helemaal naar de klote ga. Ja, je mentaal ben je eigenlijk al op een andere plan. Zit je niet waar je wezen moet. Dankjewel. Tot dan. Dit is maar echt Mike Popper. Ik heb er een klein beetje bang gemaakt, omdat ik, ze fietsen vorig jaar een stuk mee en ze zag gewoon, ik keek er toen een keer aan, ze zag in mijn ogen dat ik helemaal stuk zat met 3,5 kilometer te gaan. Dus zij heeft een beetje in haar hoofd dat ook bij haar gaat gebeuren, dus daar heeft ze een beetje angst voor. Maar ik denk dat dat ook gezonde spanning voor haar gaat opleveren. En Nijmegen voelt voor haar ook gewoon heel erg als thuisstad. Dus het feit dat zij hier ook voor thuispubliek kan lopen, dat is voor haar ook superleuk. Ja, want to buy it, but then I didn't. We don't have a paraplu. No, or I don't have one at least. Vaak kijk je toch een beetje op tegen een wedstrijd, want je weet hoe erg je gaat afzien. Ik heb vlak voor het WK een blessure opgelopen aan mijn Achillespezen. En daar ben ik nu een beetje terug van aan het komen nog steeds. Dus er zit wat minder druk op. Dus dit jaar zit ik er een beetje in van ik ga wat meer proberen te genieten. Als Nijmegenaar met veel mensen langs de kant die ik ken. Als ambassadeur van de Zeebeuvelloop. Ik heb nog niet vaak gehad dat ik zo veel zin heb in een wedstrijd. Thank you.
Ik vind het wel wat snel, maar ik geniet van uw applaus. Nog 30 seconden, 30 seconds. Het was weer pittig. Ik had me een beetje gehoopt dat het iets minder pittig dan vorig jaar zou zijn misschien, maar je komt er niet meer weg op dit parcours. Iets langzamer dan vorig jaar, maar de omstandigheden waren ook wel iets zwaarder, wat meer wind. Dus ja, niet ontevreden. En ik zei al voorafgaand dat ik gewoon wilde genieten van de wedstrijd. Dat is wel gelukt. Na de finish wilde ik natuurlijk even kijken en ze kwam iets later gepland over de finish, maar ze had iets van een suikerdipje gehad, dus dat is op een 15 kilometer wel pittig. Dus ik denk dat dat een wijze les is, dat je dan genoeg moet eten in ieder geval. Ik voelde net al een beetje dat die bovenbenen een beetje stram waren. Ik weet nog van vorige dat ik heel veel spiep en had ik moeite had om de trap af te komen. Dus ik verwacht morgenochtend weer een beetje hetzelfde. Ik neem lekker de tijd om te herstellen en dan gaan we weer lekker verder trainen.